Mijn naam is Eben Negeman. Ik ben hoofd Regulatory Risk binnen ABN AMRO Bank. Die kijkt naar de opvolging van wet en regelgeving van de bank. En die kijkt naar de modellen van de bank. En dat doe ik sinds 2010. Modelleren is het uitrekenen van de risico's die de bank kan lopen. Dus bijvoorbeeld als wij een hypotheek aan een klant verkopen. Wat is het risico dat die klant dat niet terug gaat betalen? Ik ben risk manager, omdat je eigenlijk een soort puzzels aan het oplossen bent. Moeilijke, complexe puzzels. Het leuke om dat binnen een bank te doen is dat je dat niet alleen doet, maar dat doe je met mensen samen. Dus er zijn heel veel mensen om mij heen, getalenteerde mensen, veel gepromoveerde wiskundigen, natuurkundigen, die helpen om dit werk goed te doen. En dat geeft mij enorm veel energie. Het is een heel internationaal team. Dat is heel leuk. Er zijn Nederlanders, maar ik geloof dat we iets van 20 nationaliteiten in het team hebben. Dus heel internationaal. Dat geeft een leuke uitdaging, dat geeft een leuke kleur. Mensen geven een andere invalshoek. Banken staan best wel onder druk. Er wordt kritisch naar banken gekeken, ook door toezichthouders. En die verwachten dat wij ook hier heel sterk en duidelijk en hard in zijn. En dat wordt heel goed opgepakt binnen ABN AMRO. Dat is onze functie om eigenlijk best wel streng te zijn. Want als wij niet zeggen dat iets niet goed genoeg is, dan doet niemand dat. Het kan best wel vervelend zijn, zeker omdat andere mensen dus heel hard hebben gewerkt om iets te maken. Waar wij dan aan het eind van de rit van zeggen, ja, dat is toch nog niet helemaal goed genoeg. Waar wij mee bezig zijn, en dat maakt dit van de ene kant dus heel wiskundig en uitdagend. Aan de andere kant heel praktisch. Je bent echt met zaken bezig die, ja, die de maatschappij aangaan en die belangrijk zijn voor de bank. En die combinatie vind ik fantastisch.